Macht of macht nie? Dat is de vraag. Een koning met macht, dat mag. Mag ananas op een pizza, dat mag niet. Een koning zoals ik, koning Louis, de 15e Louis van Frankrijk. Ik heb macht. Oh, ik ben bijna jarig. Oh, dan wil ik een feest. Oh, gâteau. Goedemorgen, sire. U hebt mij geroepen. Nu was het wel een beetje problematisch. Want we hadden afgesproken om 8:30 en het is nu 8:35. Dat is een probleem, maar geen probleem. Ik pas dat even aan in de planning, zodat we er helemaal bij zijn. Monumentje. Ja, de pipipauze van 10:10 gaan we dan wel moeten schrappen. Dan kunnen we die vergadering naar voren zetten. Gato, kom. En dan hebben we een beetje chill. Ik ben er weer. En zoals gepland deze keer. Super. Gato, kijk eens in de spiegel. Wat ziet u? Ah, ik zie mezelf. Maar non, wie zien wij? Ah, wij zien u, sire. Ah, oui, oui. Ah, wel, u, sire. Maar non, oui, als in de Franse, oui. Ah, oui, oui. Zeg, gâteau, ik ben de koning, hoor. Van Frankrijk. Ah, oui, en ik ben de beste koning. Van de hele wereld. Oh, merci. Zeg, gâteau, ik ben bijna jarig, hè. Maar hoe oud word ik? 50 jaar. 50 jaar? Mon dieu. Dan moet ik een feest geven. Een groot feest. Al ideeën? Oh, oui, veel booze. Bordeaux, champagne, kiddieboel, du pain, du vin. Et du boursin. Et du boursin. Oh, gâteau, ik pak een taart even groot als de Eiffeltoren. En dan spring ik uit de taart. Maar, gâteau, wie moet ik dan eigenlijk uitnodigen? Uw gezin. Oh, Sissi van Oostenrijk. Oh, Sissi. Tante Erna en onkel Jean en onkel Jacques. Maar non. Lieve, mooie, schattige, zoete Sissi van Oostenrijk. Met Jean en Jacques? Die vettige oude mannetjes, dat gaat toch helemaal niet? Maar dat komt wel goed. Oh, ik hoop het. Gâteau, ik heb een idee. Ik kom aangereden op een groot Przewalski-paard. En dan pak ik een boot. Vol met legermensen. Volg mij. En die roeien. En die zingen. Koning Louis. Skip ahoy. Koning Louis. Skip ahoy. En dan maak ik een kanon. Ja, een kanon. En ik richt dat kanon naar de hemel. En dan schiet ik uit dat kanon. Een aap. En ik pak de aap. En ik toon hem aan heel Frankrijk. Ik kan vragen voor een petit déjeuner. Ah, een gâteau, wat willen we eten? Op de planning staat croissants met kaas. Du camembert. Oh, du camembert. Oh là, du camembert. Ontbijt om 9:00 met heel de familie. Dan zal ik de dochters gaan halen. Au revoir, Marie-Antoinette. François. Ik annonceer. Oh non, is het zover? Zijn eminence. Ah oui, het is zover. Kardinaal Richelieu. Bonjour, sire. Ja, bonjour, kardinaal. Wij twee, we hebben een vergadering ingepland. Dat staat niet in mijn planning. Oei, dan staat het fout op uw agenda. Ja, agenda punt in de PowerPoint. Ik zie nergens een PowerPoint. Ah ja, we hebben eerst... Kast van de bieber nodig, hè? Kast van de bieber. Kast van de Oké. Frankrijk. Oh. Agenda punt 1. Het probleem. De protestanten. Agenda punt 1.1.2. De oplossingen. Alle protestanten doden. Agenda punt 1.2.4.6. De conclusie. Wij komen naar uw feest om de dood van alle protestanten te vieren. Zijn er nog vragen? Nee, geen vragen meer. Anna, was een super vergadering.
pingpong lekker proactief bezig. En zeker voor uw deskundige leiding, hè? Maar nu moeten wij wel door. Tot de volgende keer. Wat kan je nou? Ik begrijp het niet. Waarom moeten de protestanten dood? Maar alleen de protestanten dan. Dat zijn verraders. Dat zijn ratten. Ik heb liever levende ratten. Oh, Ju. Ons plan is mislukt. Dan nu puntje 797204, hè? Ah oui, de spionage. De opleiding. De spionage. De opleiding. Piet. Goedemorgen, zonder zorgen. Dag Nankantje, dag Françoisje, dag mevrouw, dag meneer. Buigen. Ah ja. Dus meneer de koning. Dit is Peach, een vervroegd verjaardagscadeau en zij komt voor u werken aan het hof. Als dat oké is, natuurlijk. Oh, voor mij, maar Gato, wat kan je zoal? Oh, ik kan echt heel veel. Oh. Ik kan zo dit allemaal gebruiken. Maar ik kan ook zeker dit allemaal gebruiken. Ja, dat kunnen we niet gebruiken. Maar ik ben heel gebruiksvriendelijk, hoor. Is er echt geen vacature open? Ah, jawel. Voor hoofddame. Allee, proficiat, u bent aangenomen. Ik ben aangenomen. Zit. Ah, ja. Goed zo. Merci, hè, voor de cadeau. Maar ik begrijp het nog steeds niet, hè. Protestant of katholiek, dat maakt ook niet uit. Iedereen is toch gelijk. Égalité. C'est simple comme bonjour. Dus je gaat de protestanten niet vermoorden? Sorry, not sorry. Hier gaat iemand nog spijt van krijgen. Plan B! Dag Nonkeltje! Au revoir! Oh, ik zit hier echt wel aan de grond. Mag ik niet kiezen? Mag ze niet kiezen? Ja, ze mag kiezen waar ze gaat zitten. Oh. La liberté is tenslotte uw motto. Oh, oui, la liberté! Oh, mag ik kiezen? Ik mag kiezen! Ja, dan kom ik het liefste hier zitten. Help, zij is nogal veel fraternité. De koning is heel erg voor la liberté, maar dit is zo iets te veel égalité. Jij moet een niveautje lager gaan zitten. Oh, maar geen probleem, dan zit ik zo hier. Ah ja, poezelige voetjes. En het uitzicht is echt wel 10.000 keer beter. Wauw. Louis, onze dochters zijn te doen. Wat doet die salopet aan de wind? Lief, salopet. Noem me gewoon een slet. Of een broekbuik. Dat is een cadeau. Een cadeau? Voor u. Ja, een cadeau voor u van de koning. Allee, Peach, pak de broek. Ho, maar die heeft helemaal geen broek aan. Maar in dit huishouden wel. Oh, dan pak ik de broek. Dus onze dochters zijn te druk bezig. Die zijn aan het flirten met het personeel. Met het personeel? Met het personeel. Personeel. Oeh, met het personeel. Met het personeel, mijn gedacht. Miserie. Oh, maar geen probleem. Wij hebben een oplossing. Oh, oui. Wij hebben prinsen gevonden waarmee ze kunnen trouwen. Oh, ik zal de dochters eens roepen. Coco, Chanel, Wibra. Hey, daddy. Ik zat rustig op mijn kamer de wereld te redden. Wat is er eigenlijk? Bonjour, Wibra. Zeg, wat heb ik gehoord? Jullie hoeren rond met het personeel. En wie? Oh, ze geeft het nog toe ook? Nee, papa. Ze bedoelt de Nederlandse wie. Maar ja, maar de Franse wie is ook correct. Nee, met wie dan? Met Luc. Oh. Die tuinman? Ja, met zijn groene vingers. En zijn wortels. En zijn aubergine. Hé, hey, dat mag toch helemaal niet? Ik neuk met wie dat ik neuk? Salopet. Rutteke tet. Jullie zijn drie koningskinderen. Salpater, Noster, Egenhoven in de broek. Niemand kent dat? Maar dat mag toch helemaal niet? Nee, dat mag helemaal niet. Zo staat dat in de wet. De wet. En ik ken die tot en met. Maar geen probleem, we hebben echtgenoten voor jullie. Howie? Wie is de oudste?
Ikke? Ja. Voor jou hebben we Prins Ramon van Spanje. Oh. Met zijn snor. Die woep doet. En zijn borstharen. Zeg. Zoeteke, je hebt ook mooie borstharen. Ik spreek niet eens Frans. Vibra, die komt uit Spanje. Die spreekt Spanjes. De Spaans. Domme slet. Jij bent gewoon jaloers dat ik zelfs papa zou kunnen krijgen. Oh. Ja, bon, wie is de middelste? Ja, voor jou hebben we prins Sputnik van Rusland. Oh. Is dit beer, hoor? Elke dag een lekker shotje vodka. Maar ik lust geen vodka en ik ben bang van beren. Ja, dat is een probleem. Oh, wie? Maar als jij met Sputnik trouwt en jij met Ramon, dan is dit voor mij. Maar jij bent veel te jong. Straks wordt jij nog zijn nieuwe ster in zijn kinderpornofilm. Maar is dat dan zo'n probleem? Pornofilms? Dat is toch goed geacteerd? En altijd een happy end. Maar, ik protesteer. Jij wordt geen porno-salopet. Papa, wat is een salopet? Dat is een broekpaar. En wat is porno? Joseke, ik zal u dat straks uitleggen. Zet seksuele voorlichting voor de Dauphin maar in de agenda. Ah, en dan het volgende punt op onze planning. Onze lieve koning wordt binnenkort 50 jaar. En u mag dat organiseren. Je? Ach, je ne pense pas, hè? Kunt jij dat niet doen? Ik heb mijn handen al vol. Iemand van jullie? Ik moet nog mijn outfit gaan samenstellen. Ik heb het veel te druk met de wereld te redden. Ja, nee, ik kan niet. Ik ga mij voorbereiden op meneer Sputnik. Ik ga Russisch leren. Da, vodka, vodka. Ja, en wie gaat dat feest dan organiseren? Hallo, ik ben Hildegard en ik kom van de Oostkantons. De wat? De wat? De wat? Oostkantons. Ik ken nou ook niet. Ja, ik ben heel goed in organiseren, koken, plannen en... Leuk, dan mag jij dat organiseren. Zie dat alles in orde komt. Zie dat allemaal goed geregeld is. Veel plezier ermee. Veel succes ermee. Bye bye. Bye bye. Ik ga ook maar eens verder met mijn dag. Kramp, kramp. Oh, speelt er maar een muziekje over. Dat gaat hier even duren, zo. You drive it.
er wel uit, zijn. Papa, wie is die rare vrouw? Nou, zo zeker. Dat is geen rare vrouw. Dat is een Willemse vrouw. En wat is een Willemse vrouw? Moet ik jou dat eens uitleggen? Maar non, Peach. Jij mag mij dat straks eens uitleggen. Ik ga die make-up maar doen, hè. En papa, mijn zussen, ze hadden het over porno. Wat is dat? Mannen, wat ik nu ga vertellen is niet voor jullie oren. Maar no, jullie mogen dat ook niet zien, hè. Maar no, jullie storen. Allee, buiten. Seksuele voorlichting, dat kennen wij toch al aan. Dat hebben we al op school gezien. Wij hebben daar een video over gezien bij het CDW. En nu? Nu weten wij alles. Maar papa, wat is nu die porno? Sinds wanneer spreekt je zeker met een Italiaans accent? Het is niet van mij alleszins. Ik had die nooit op kazookamp naar Italië mogen sturen. Ik had voor niks in Frankrijk voorgesteld, hè. Dan moesten ze deze gesprek nu niet doen. Maar ja, niemand luistert naar Gâteau. Maar Bordix? Maar nee, dat is veel te wild. Daar zijn wilde meisjes en wilde golven en wilde dieren in de zee. En dat heb ik geleerd, hè. Dan moet ik rustig achteruit stappen, niet in de ogen kijken en met eten gooien. Super. Maar dat is voor je les, hè. Allee, kom, ik zal u de porno uitleggen. Ja, de porno. Dat wil ik weten. Zet u eens. Mag ik op jouw schoot zitten? Zo zeker. Je bent al 17 jaar. Je kan toch wel op jouw eigen poep zitten, hè. Ben ik al 17 jaar? Dat is groot. Dan durf ik binnenkort naar nachtwacht kijken. Ik heb al stress. Zeg, Joseke. Ik zal u nu de seks uitleggen. Seks, seks, seks die is... Overal. 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 Seks loert overal. Ook op kazookamp. Zelfs op kazookamp. Maar dat vind ik eng. Maar, Joseke, je moet niet bang zijn. Weet je waar de kindjes vandaan komen? Van de ooievaar. Nee, no. Van de bloemkool. Nee, no. Van de winkel. Allee, no. Maar dan heb je gelogen. Jokkebroek, jokkebroek. 3 keer jokkebroek. Ik geef het toe. Ik heb gejokt. Maar ik zal jou nu de waarheid vertellen. Ergens op jouw lichaam, tussen jouw kop en jouw tenen, heb je een krachtige saber. Mijn plassertje. Oei. Mijn ridder Piemen. Oei. Mijn Lancelot. Oei, Lancelot. En die Lancelot die speelt een steekspel. Sire, niet overdrijven met je sabel, hè. Die speelt een dolkspel en die prikt in een gaatje. Maar in welk gaatje moet die dan? Wel, de meisjes hebben ergens tussen de kin en de knieën een gaatje. De voorpoep. Oei. Zoals bij mijn zussen. Oei. Dus dan moet ik mijn Lancelot Oui. In de voorpoep steken. Oui. Bij mijn zussen. Ik zal het uitleggen. Kijk, achter de voorpoep heb je 2 grote eieren. Eierstokken. Eierstokken. En af en toe valt er een eitje uit. Ploep. Dat eitje gaat brrr naar de buik. En dan komt jouw Lancelot. En die brengt allemaal mini-Lancelotjes. En die gaan vechten, 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 vechten. Tot er 1 Lancelot wint. Ja, Lancelot! En dan gaat die Lancelot en die eitje gaan die trouwen. En ze leven nog lang en gelukkig. En dan komt er een varkentje met een lange snuit. En het verraadje is uit. Maar non, zo zeker. Dat is helemaal fout. Maar ik wil zo graag naar die varkentjes gaan kijken. In de kinderboerderij. Of naar de dierentuin. Je hebt dat beloofd. Zo zeker, we hebben daar geen tijd voor. En ik heb er genoeg van, hè. Kom, naar uw kamer. Wat moet ik daar dan doen? Wat moet hij daar dan doen? Spelen. Maar spelen, hè? Met wie? Nou, met wie? Alleen. Alleen, hè? Op mijn kamer spelen met mijzelf. Oei. Oké, papa. Ik ben bang dat hij het nooit gaat begrijpen. Help, help, help. Heeft Loïke onze hulp geroepen? Is ons Loïke bang? Wij zijn de 3... Musketeers. Mel, je bent de S vergeten. Matteo, my ass is right here. Spreek ze dan uit. Maar je spreekt...
spreekt geen S uit in het Frans. Mijn S is silencieux. Oei, onze koning ziet er wat gespannen uit. En volgens zijn horoscoop is het de maand van de spanning. Massage! Massage! Volgens mijn agenda is het niet de maand van de spanning, maar van zijn verjaardag. En blijf maar van hem af. Zeg, wij blijven pas van hem af als hij dat zelf zegt. En trouwens, zijn chakras moeten dringend gereinigd worden. No, niet mijn chakras. Blijf van mijn chakras af. Blijf van zijn chakras af. Dat heeft hij al zo vaak gezegd. Hij is chakra-gevoelig. Chakra-dwier. Nu dat jullie er toch zijn, wij moesten nog iets zeggen, hè? We hebben nieuws. Oh. Voor jullie. Er komt een nieuwe lerenboek. Een nieuw geurtje van de rituals. Een nieuw zwebbeke klets. Maar no, er komt een nieuwe musketier. Wat? Zeg dan nog eens. Er komt een nieuwe musketier. Zeg dan nog eens. Er komt een nieuwe musketier. Zeg dan nog eens. Op mijn beste Frans, ik ben hier een nieuwe musketier. Putain! What the fuck? Allee! Is 3 niet goed genoeg? Zijn wij dan niet dapper genoeg? Of niet sterk genoeg? Of niet mannelijk genoeg? Maar no, dat is niet wat ik bedoel. Jij wilt misschien wel iets zeggen, maar wij willen het niet meer horen. Kom, we gaan fritten bestellen en witte wijn in de taverne. Salut! Maar Maurice. Talk to the head, because the face is the one here anymore. Mateo. Oh, dat is een keileuk zinnetje. Kunt je dat nog eens herhalen? Dan kan ik dat in mijn verslagje zetten. Talk to the head, because the face is the one here anymore. Mateo, dank je wel. Mateo. Het is Erna. Ik ben er niet. Holoweke. De koning is er vandaag niet. Ah, maar ik heb hem toch gezien. Hij staat daar achter u. Allee, Louis, verstop je niet. Dag, Ernakje. Geef je tante die snoepje nu van. Het is zo lang geleden. Oh, oui. Ik heb een snoepje voor u mee. Ah, steekt dat al 3 jaar in de chakos? Ja. Zeg, Ernakje, je bent toch alleen gekomen? Ah, maar natuurlijk. Niet. Oh. Ik heb onze Jacques meegebracht. Bonjour, waar zit hem ten deuzen niet? Allez, dat is hier. Dat is mijn onkel Jacques. Ah. Ik heb iets meer voor u. Een pakje sigaar. Ik rook niet, hè? Maar jij rookt nog niet. Maar jij bent toch alleen gekomen? Je hebt die broer toch thuis gelaten? Maar natuurlijk. Niets! Oh. Waar zit ons snoeberke? Maar daar zit zo groot geworden. Amai, amai. Dag, onkel Jean. Ah, bonjour, bonjour. Zeg, ja, ik ben toch wel blij dat jij niks hebt meegebracht. Maar natuurlijk wel. Oh. Ik kan toch niet met lege handen naar mijn favoriete petekind komen. Hier zie. Een pakje condomen. Oh, maar dat heeft hij niet nodig. Hij is getrouwd. Ja, nee. Zo'n 5e monster van een kind hoeft er niet meer bij. Ja, maar hij en zijn vrouw hebben al lang geen seks meer. Maar genoeg hoofddames, wel van de mijne rechtsuit zijn ze. Met wie van die schoonhoofddames? Je mag daar helemaal niet naar kijken. Jij bent getrouwd. Hela, hela. Het is niet omdat ik op dieet ben dat ik niet meer naar het menu mag kijken. Ja, het is goed. Het is goed dat jullie hier zijn, hè, maar jullie waren toch op pensioen in Torremolinos in Spanje? Wat doen jullie hier? Ah wel, onze badkamer daar zat een lek in. Dus wij konden niet meer naar de wc. Dus komen we hier op visite voor een weekje. Of 2, of 3. En dan binnenkort zijn ik en mijn Jacques hoeveel jaar? 50. 60. Binnenkort zijn wij 50 jaar getrouwd. En we willen een groot feest. En jij gaat dat regelen. Ik? Maar waarom zou ik dat regelen, hè? Uw moeder, die keek nooit naar u om. Wie heeft u opgevoed? Ik. Wie heeft altijd uw kot opgekust? Ik. U heeft er altijd zetpilletjes in uw poep gestoken als je platte kaka had? Ik. Maar nee, ik zal dat regelen. Het is goed. Dat is vriendelijk.
En ik heb ook al muzikale entertainment geregeld. Zijn naam is Mozart en het is een echte genie. Ah. Bonjour. Ik ben Mozart! Ik heb gehoord dat jij muziek speelt. Ik speel muziek! Dat is mijn hele speciale muziek. Van waar raad je dat? Dat is een stem in mijn hoofd! Die zegt wat ik moet doen! Maar bij daar de piano, misschien kun je daar eens gaan oefenen. En wat willen jullie allemaal zo op jullie feest? Heel veel mensen. En gâteau. Ah, oh, ik moet ook komen. Ja, en heel veel andere mensen ook. Schone vrouwtjes. En wat is voor jullie smaak? Vanille. Goed gevormd. Brownies. Blondies. En discoballetjes. Discoballetjes. En had je al een datum in gedachten? Jacques, wat is onze trouwdatum? 2 april. 2 april. 2 april. Oh, maar 2 april, dat gaat zomaar niet. Dat is de verjaardag van de koning. Ja, ik ben jarig en ik geef wel een gigantisch feest. Oh, wel, dan kan dat feest nog gigantischer worden. Jij regelt dat. Ik reken op u. Ja. Ja. Maar waar gaan jullie naartoe? Ja, wij gaan naar het Eiffel op Beuken. Ja, ja, ja. Het is code oranje. Wij gaan naar de afvalkeuken. Oh, oui. Oei, vaar. Oh, fuck. Wie staat daar nog? Oh. 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 What the fuck? Oh là là.
los sé que montaron. Dan omdat u het zet. Alsjeblieft, mevrouw. Dit meneer. Allee, wij zijn door. Ojebaan. Smakelijk, mevrouw. Dit meneer, godverdomme! Aan de kant, aan de kant. Ik zie. Dat is een parkeerschijf, Pipo is geen kandik op de kaart. Allee, voor wat is het? Ja, voor eten, hè. Oh ja, ticketje, hè. Oh no, Jacques. Maar jij zit te vergeten. Moet je domme, hè? Erna. Erna. Wat is hier het probleem? Ja, Jean is in het ticketje vergeten. Maar waar? Jullie vergeten dat elke keer. Het geluk dat ik het mee heb. Alsjeblieft, madame. Wat zouden jullie toch zijn zonder mij? Wij zouden niks zijn. Nulle. Dikke vette nulle. Het is maar dat je het weet. Met twee dessertjes, hè? Oh, maar twee dessertjes. Voor drie personen. Oh, non, non, de laatste geen dessert. Het zijn twee pâtés. Juist gelijk die twee. Bonjour. Wij komen onze lunch ophalen. Alsjeblieft. Hier is ons ticketje. Vergeet onze allergieën niet. Geen noten. Geen lactose. Geen melk. Delphine, dat is lactose. Ja, dames, jullie bestellen toch gewoon elke dag soja. Dank u. Soja. Ik zeg soja. Soja. Ja, en hier, Peach, is dan de afhaalkeuken. En hier kunnen we elke middag ons eten halen bij Amy, Lucy en Dominique. Wow, een echte afhaalkeuken. Uit welke eeuw kom je? Wat een onbeleefde vraag. Ik kom uit deze eeuw. In de fleur van mijn leven. Wat een beleefd antwoord. Dat is al 2 jaar een afhaalkeuken hier. Gato, heb jij een ticketje? Ticketje, alstublieft. Si. Koningseten voor de koning. Oh, wat hebben we besteld? Prinsessenpoontjes. Oh, een koninginnenhapje. Oh, en een prinsenkoek. Oh, een gato voor gato. En een pêche voor Peach. En dan gaan we nu verder met onze rondleiding in het Turks stoombad. Oh, heet. Volgende keer. Steamy. Zou het niet zo keigrappig zijn als we peper in het eten van de koning doen? Nee. Wij van de links progressieve, vooruitstrevende cultuursector eten veganistisch. En wat is dat? Dat is konijnenvoer.
Dat is geen melk, geen vlees, geen zuivel, geen eieren. Ah, jullie eten niks. Wacht. Ja, dat heb ik nog. Wacht, hè. Ja. Kijk toch dat die peer grappig is. Maar nee. Wat is dat? Ik heb een lijn besteld. Hier hebben we niks binnengekregen. Oei. Hildegard, weer vergeten op verzenden duwen zeker. Misschien. Het is altijd zelfs te mee. Schrijf toch een keer gewoon op je hand. Ja, ja, ja. Hildegard, verzenden. Ja. Ja, maar ja. Bonjour, bonjour. Je suis ici, je suis allé. Ticketje. Mijn ticket, ben je gestolen? Doe de bruin op het kleed. Dat is een meneer, hè. En ik dacht het niet. Gisteren was het... Mijn hond heeft dat opgegeten in net iets te veel details verteld. Daarvoor was het, ik heb mee in de vaatwasser gedraaid. Daarvoor was het, mijn ticketje is overreden door mijn auto. Dus dat gaat hier niet langer werken. Het is een ticketje of geen eten. Oh, je snapt niet hoe moeilijk het leven van mij lijkt. Oh, nooit eten krijgen. Dankjewel. Maar... Hé, Remy. Ja. De patatjes zijn op. Zijn de patatjes op? Zijn de patatjes op? De patatjes zijn op. Dan mogen we leuk roepen met een grote. Oké. Ik mag toch. Nee, ik vind het eigenlijk. Maar nee, ik. Nee, ik. Maar ik. Maar ik heb echt een kei moeilijke week gehad. Oké, we roepen hem tegelijk. 3, 2, 1. Er zijn ook wat pruimen bij, want die waren rijp en die heb ik geplukt. Pruimen? En van die rijpen? Nu ligt dat toch wel op die grond, of wat? Ah, oei, ik zal het opruimen, ja. Hè. Oei! Mag ik je voelen? Maar allez, Lucie, dat jij die ook niet zomaar. Jij wilt toch ook eens? Ja. Ja, nee. Toch een diepe teleurstelling, vrees ik. Ik ga maar verder werken met de tuin, hè. Jij neemt maar stemmetje zeker. Ja. Dat er nog wat bij komt. Ja. Dag, dames. Dag, Luc. Dag, Luc. Dag, Lucie! Nou, fijn, Dominique komt van die tafel af. Hallo, wij komen frieten bestellen. Ja, die kan ik dan smeden. Nou, dit is uw laatste waarschuwing. Nog een keer, ik dacht het niet. En bij die fritsen wil ik heel graag een extra, extra, extra large curryworst. En voor mij twee vettige pouletten met mayonaise. En jij, Maurice? Ik wil graag bij mijn fritsen. Ze waren mosseltjes. Maar hé. Mosselen. Je weet dat ik daar allergisch voor ben. En dat ik dat dood ga. En als allerergste, dan krijg ik rode plekken op mijn huid. Allee, nu. Ticketje. 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 Dat hebben wij niet. Ik heb er nog geen liggen. Ik zal dat wel gebruiken. Ja, ja. Ah, ja, ik heb dat nodig. Nog frietjes? Ja. Alsjeblieft. Oeh, dank je wel. Matata! Oelala, oelala. Ik heb hier een bonnetje met nummer 13. Is dat een papa, hè? Dat is een ongeluksgetal. 7 jaar. Slechte seks. Maar allee, Coco, we zijn nog maagd. Coco is nog maagd. Maar dat is niet waar. En trouwens, hè, nummer 13, dat is eerder iets voor ons vibra. Maar nummer 1 of nummer 13, iedereen krijgt toch gewoon eten? Maar Sessa, allee schatjes, als Jelle nummer 1 wou zijn, dan moet je maar om middernacht voor je computer zitten. Oh, mama! Wat is het probleem? Die zeggen dat ik nog maagd ben. Want ons systeem is dat. Ja, er is een rij, hè. Oh.
Maar we zijn toch altijd nummer 1? Ja, nummer 1. Niet iedereen is nummer 1, hè? Wij gaan klagen. Wij dienen klachten bij de opvoedster. Bij mevrouw Van Heijzen. Bij de kinderrechtencommissaris. Bij het internationaal strafhof van Den Haag. Ik heb tenminste respect voor mijn ondergeschikte. Hier, pak aan. Mama! De groentjes voor Joseke. Maar groentjes? Mag ik geen frietjes? Joseke, jij hebt gisteren frietjes gegeten. En de frietjes voor mevrouw? Jij mag wel frietjes. Die frietjes die kan ik wel snijden. Ja. Everything.
everything. All the love gone bad has turned my world to black. Tattoo all I see, all that I am, all I'll be. On y va les enfants, tandjes poetsen, naar je zandklovertje maar om. En jullie ook tandjes poetsen? Ik heb mijn tanden al gepoetst. Moet ik eens voelen aan je tandenborstel? Ik zal mijn tanden gaan poetsen. En jullie twee? Ik heb mijn tanden al 2 keer gepoetst. En geflost, hebben jullie geflost? Maar wil je dat alle schildpadden sterven of zo? Save the turtles! Flossen, want je weet wat mama altijd zegt. Ruikt een man jouw stinkend bekje, dan is er in zijn bed voor jou geen plekje. Slaap wel, hè. Misschien moeten we die bang maken. Ah ja, bang maken. Oké. 3, 2, 1. Woe! Wat was dat? Woe! Ik kom bij jullie liggen! Nee, Josieke. Nee, je laat altijd protjes in bed. Maar dat is een probleempje met mijn darmpjes. Ik zal wapperen. Ja, stop daar maar mee. En nu komt hij naar hier. Woe! Is dat een spook? We denken het wel. Eng, hè? Misschien moet je gaan kijken op de gang. Maar nee, als ik op de gang ga, dan gaat die spook mij zien. En dan gaat hij mij aanvallen. En ik ken de Adinfero-spreuk nog niet. Allee, Josieke, denk na. Wees zelf een spook. Dan is het spookman van het spook. Ja, ja, zo een spook. Ja, zo, ja, ja, goed. Ja. En wat zegt de spook? Woe, woe. Boé! Ja, goed super, zo. Boé! Eng, hè? Boé! Dus, die zien we niet meer terug. Ja, en ons deken ook niet meer. Oh nee. Oh nee. No. We weten wel af van jullie pyjamafeestje, hoor. Ja, we hebben de flyers wel gevonden, hoor. Ja, koko. Maar dat was ik niet. Ik heb heel de garde de flyers laten uitdelen. Maar, geen erg. Wij kunnen heel goed dansen. Ja. En de trap. Tourne. A de trap, Willy. A de trap, double me. Ik wil vrouwen aan u gezien.
Allez, ze tirez maf. Ah non, non, non. Eerst, wij willen een bisou. Oh nee. Oh, bisou. Oké, okay, Coco. Maak u het terug. Kijk daar, een aflevering van Sturm der Liebe. 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 Allez, was? Laat mij los. Sturm der Liebe. Ja. Heeft u mij net wijf genoemd? Ja. Voor wie is wijf nog een compliment? Oh, zwijgen doet dat licht uit. Ja, want Luc komt eraan. Mboé! Mboé! Kijk eens wat ik heb aan de Spook! Spokje flauw mopje, ik ben het maar. Ah, zo zeker. Ja, ik had hem zo helemaal alleen op de gang gevonden. Ja. Dus ik kwam uit de kamer van mijn papa. Waarschijnlijk om een verhaaltje voor te lezen. Ja, verhaaltjes. Ja, we weten allemaal hoe dat verhaaltje ging. Allee, geeft ons deken ook al maar terug? Ja, ga maar stinken in uw eigen bed. Maar nee, mijn eigen bed? Dat vind ik eng. Dan krijg ik nachtmerries. Oh, maar Joseke toch? Ja, het heeft zo van diertjes. Weet je wat? Ik kom jouw knuffel weer zijn. Oh ja, en dan ben ik jouw schoothondje. Woofie, woofie. Oh, oh, ik heb nog een beter ideetje. Ik zal zo jouw wilde, hete tijger zijn. Raar! Tijger? Nee, tijgers vind ik eng. Oké, dan moet ik rustig achteruit stappen, niet in de ogen kijken en zwamwoordjes gooien. Als we het licht uit doen, dan zie je de tijger niet. Oh ja, woefie, woefie. Oh, waar blijft Luc? Oh, Luc, jongens, trek mijn adem, oké? Okay? Ja, ja. Weet je het plan nog? Ja, ja, jij spreekt en ik herhaal het. Oké, okay, laten we gaan. Hallo, meisjes. Hallo, meisjes. Hey, Luc. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Super! Ik zal een gedichtje voordragen. Ik zal een gedichtje voordragen. Oh ja? Wat is helemaal? Roosjes zijn rood. Rood! Viooltjes zijn blauw. Blauw! Okay. Kies voor mij. Ik kies voor jou. Want ik hou van jou. Ik hou ook van jou, Luc. Luc, waar ben je? Rood en blauw. Dat is nu net mijn lievelingskleur. Maar, sorry hoor. Viooltjes? Natuur? There's no planet B. Luc, kies voor mij. Allee, dat was zo voor mij. Ik hou ook van de natuur. Al mijn kleren zijn van dieren. Oh, wel, wel, wel. Wat is dat hier? Een tuinman en een koetsier in de kamer van mijn dochters? What the fuck is die bobbel onder dat bed? Hallo. Dag, koning. Ja, ik kan het uitleggen. Dus daarnet, toen ik van jouw kamer kwam, toen zag ik zo jouw zoontje helemaal verdrietig. Dus dan ben ik die zo gaan troosten en heb ik die speciaal voor jou terug naar hier gebracht. Oh, mijn Peach. Ja. Peach. Ja. Hij ruikt naar tijger. Ah, zie je, dat functioneringsgesprek met Peach, dat staat niet op mijn planning, hè. Oh, yeah. En in het reglement staat duidelijk geen jongens op de kamer. Ah, oui? Luc, wat doe jij hier eigenlijk? Ik kom verhaaltjes voorlezen. Ja. Huh? Ik luister. Er was eens een schaakje met een bonenstaak. Bonen? Maar nee, dat gaat niet. Daar komen geen prinsessen in voor. Oei, 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 oei. Geen prinsessen. Er was eens een sneeuwtje met een appel. Appels? Maar nee, dat gaat ook niet. Die sneeuwtje die gaat dood door die boze heks. Oei, 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 oei. Een boze heks? Wat ga je nu nog vertellen? Er was een echt. Maar alleen, Luc, kom aan. Een echt. Wij slapen daar niet van. We zijn prinsessen. Die gedachte alleen al. Oh, mijn rug. Ik heb er genoeg van, hè. Klochard, naar uw kamer. Peach, naar mijn kamer. Ah, dat mag niet. Jij bent getrouwd. Ja, maar ik ga zelf niet naar mijn kamer, hè. Bonen, appelen, erwten, gâteau. De koning wil soep.
Het is allemaal de schuld van Joseke. Ja, waarom ligt hij eigenlijk nog op onze kamer? Hij is waarschijnlijk te bang en heeft Peach nodig. Peach! Maar ik ben niet bang, alleen voor tijgers. Ah zo, van tijgers. Zwammoertje?
werk is, maar we hebben dat toch al vaker gedaan. Kan je niet nog één keer maar doorzetten? Maar zoveel werk, dat kan toch niet? Oh, ik wil graag bij de vakbond. Schat, één van ons heeft al twee jaar zijn vakbondsbijdrage niet betaald, hè? En zijn ik niet. Hoe zou dat komen? Zeg. Maar ja, kijk, als je hier voelt, dan weet je dat ik ook een hart heb. Dus ik heb extra hulp uitgenodigd voor vanavond. Ja. Bonjour, bonjour, je suis ici, je suis allez. Allez? Ja, ik weet het. Maar we moeten doen met wat we hebben, oké? Allez, kunt jij je gedragen vanavond? Iedereen bedienen, niet te veel van dat je bonjour, bonjour gedoe. En dan komt het allemaal in orde, hè? Ja. Succes. Ja. Ja. Oelala. Papa Miekes, jullie zitten aan onze vaste tafel in het staminee. Ja. Maar geen erg, we zitten ons wel bij. We waren eigenlijk net een intiem gesprek aan het voeren tussen ons tweeën. Oeh, maar wij kunnen ook heel intiem zijn, hoor. Ja, wij zitten toch liever alleen aan tafel, eigenlijk. Is het omdat we in een rolstoel zitten zijn? Dat maken wij nu eens elke dag mee. We zijn met vier. Perfect om te kaarten. Allee, het is goed. We zullen meekaarten. Ah, yes. Deze in de zakkers. Ik deed mondelinge overhoring over het protestantisme. Waarom zijn we protestants? Oké, hoe zat het weer? Heb je les weer al niet geleerd? Jawel, antwoord A, antwoord C. Nee, het antwoord is B. Bidden, bidden, bidden. En tot wie bidden wij? Tot de paus. Nee. Tot de bisschop. Nee. Tot Sinterklaas. Nee, Jezus Christus. Tot Christus natuurlijk. Oh ja, die. Wie? Zo die ene man die zo boven haar bed hangt, die zo... Mijn bouletten zijn kou. Koudbouletten steek ik niet in mijn mond. Maar wie bedenkt het ook om 's middags af te halen en dan 's avonds op te eten? Hoe dom zijn wij eigenlijk? Misschien heeft de koning echt gelijk en hebben wij echt hulp nodig. Louis, ik heb het dus niet dapper gedaan. En niet sterk genoeg. En niet mannelijk genoeg. Zoals altijd, hè, de dagelijkse rondeer. Voor Google Maps is dit de herberg. Zijn jullie de musketiers? Ja, hallo. 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 Ik ben Dart en jij, ik ben de nieuwe musketier. Wat? Dat is de nieuwe musketier, dat is de dine die ons werk gaat afpakken. Geen dief, smerige werkafpakker. Geen vies, vuil profiterke. Draait u maar om en scheert u weg, spitsmuis met dwerggroei. Maar de koning had gezegd dat je mij ging opleiden tot musketier, dat je er alles van afkende. Oh, Louis, het is echt zo schattig. Oh, Louis is altijd zo lief voor ons. Mijn horoscoop had het nog zo gezegd. Deze maand ging er iets goed gebeuren. En kijk! Oei. Schatteke toch? Er is wel iets mis met uw aura. Oh, ik denk dat die sokken zijn. En hebt je al borsthaar? Ja, lap, dat zijn maar twee sprieten. Dat is ook minder dan de koningin. Maar ik kies jou. Time for a makeover. En Peach, hoe zit u met de protestanten? De protest... Aan wie de protestanten? Maar ja, de manipulatie, de spionage, de opgeiling. Oh, de opgeiling? Ja. Ik ben aan het beginnen met iedereen te beminnen. Oh, dat is goed. Wat in de Bijbel staat, bemin jezelf zoals je naaste. De volgende kandidaat voor de moordaanslag mag komen? Ah, ja, daar. Nu Roos, was onaf. Ah, ja. Zet u maar. Ja. Wat is uw naam? Dominique. Dominique! Oh, dat is zo'n leuk liedje over een gelenon. Ik wil ook een gelenon zijn. Vet bitch! Een gelenon, dat bestaat toch niet? Maar, dan heb je zeker nog nooit Mia Doornhardt in de afspraak gezien. Ah ja, dat
En wat was jouw vorig beroep? Ik was kok bij de koning. Maar toen werd ik ontslagen. Maar ik nam zelf ontslag. Twee koningen? De koningen mogen niet op elkaar. Ah, jullie veranderen ook altijd de regels. Dit is de derde keer dat jullie de regels veranderen. Nee, jullie vrouwen veranderen altijd de regels. Ja, jullie vrouwen hebben de regels. En zeg wanneer jullie regels hebben, veranderen jullie ze. Ja. De regels. Ja. Mannen! Ik heb er genoeg van! Het is niet omdat je oud bent en in een rolstoel zit dat je zo respectloos mag zijn. R-E-S-P-E-W-C-T. Wat is de bedoeling? Respect! Find out what it means to me. Respect, just a little bit. Respect, just a little bit. Respect. Mag niet precies zo. Lachen of zo. Precies zo. Ja, respect. Die Jan Koekjes kunnen nergens meer mee lachen. Respect, joh. Respect mijn heer. Ja? Ik heb eigenlijk een klein vraagje. Waarom moeten wij bidden tot de vader van Christus en niet tot de moeder van Christus? Ik mis Maria. Nou, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik ook niet. Het is toch in de naam van de vader, de zoon, de heilige geest. En niet in de naam van de moeder, de dochter, de geilige sluit. Dat is wel waar, ja. Maar waarom staat hier dan zo'n heel groot beeld in de kerk? Ja, die hoort daar helemaal niet. Nee, die hoort daar helemaal niet. Nee, die hoort daar helemaal niet. We gaan die stelen. We gaan die jatten. We gaan die grabben. Kijk, we hebben hem gemakeover. Wow. En zijn ouders zijn ook in orde. Maar D'Artagnan, die naam is lelijk. Lelijk is die naam. En zeker voor een musketier. Vanaf nu noemen we jou Maxime. En Maxime, wat weet jij al van musketier zijn? Ja, niet veel, want door de afstandsonderwijs waren mijn lessen online. Oh nee, afstandsonderwijs. Dat is opnieuw van nul beginnen. En zeker die van de ring. En eigenlijk vind ik nul echt zo'n lelijk getal. We beginnen met 1. Van 1 opnieuw beginnen. We beginnen bij fysieke proeven. Allee, pomp een keertje. Ja, dat is maar 1 keer. Maar die moet nog omhoog komen. Dat is maar een half. Ik heb daar trouwens nooit problemen mee, hoor. Misschien dan toch beter afstandsonderwijs. Want even apart, altijd samen. Hashtag laat je vaccineren. Ronde 2. Wat weet jij over? Wat weet jij over de koning? Oh, ja. De koning? De koning draagt de roze onderbroek. Ja. En hij eet graag Snickers. Ja. En ik werd boos op het zoontje van de koning, want door hem ben ik ontslagen. Of ja, ik nam zelf ontslag, maar het was door hem. Ja. Weet je, Dominique, met dat mes, wat weet je daar allemaal over? Messen zijn heel krachtig, heel scherp en heel machtig. We zijn hier bij jullie bestelling frietjes, hè? Frietjes? Nee, we hadden patat besteld. Yes. Maar is dat niet hetzelfde? Nee. Moeten jullie gewoon rauwe patatten hebben? Want dat heb ik niet meer, hoor. Nee, is iemand niet een lang gefrituurde stukje? Ja. Lange gefrituurde stukjes? Amy, die moet je gewoon friet hebben. Frieten? Oh, dat is gewoon patat! Lekker! En dat is de geschiedenis van het mes! Wow, heel interessant. Ik word er zelfs een beetje emotioneel van. Maar Dominique, het klopt toch dat je heel boos bent op de koning, hè? Heel boos. Zou je niet graag wraak willen nemen? Wraak! U bent aangenomen, want in de Bijbel staat
zij met zonde, stenig hem! En als iemand je op je wang slaat, sla een keer terug! Of snijden! Of snijden? Oké. Dit is ons plan. Ja? Dus als wij de volgende keer als we naar de kerk gaan... Allee! Wat doe je nu? Maar jij gek! Jij koe! Jij kapibara! Kom aan! Kom! Ga daar weg! Nu! Excuses komen altijd te laat. Wij komen hier nooit meer terug. Nooit meer! En daar hoort een slechte recensie op Google Maps. Oh. Allee, daar heb jij nu weer voor gezorgd. Ik heb ook wel gezien wat je bij die ander hebt gedaan. Wat is dat nu? Als jij je een zelfevaluatie moet geven, hè, doe het dan een keer. 10? Dat stond op 100. 1000. En ja, dat was hem dus niet. Hè. Allee, jij bent gewoon niet geschikt voor deze job. We zijn niet compatibel. Maar ik hou niet van slecht nieuwsgesprekken, dus Lucie, aan u de eer. Ten eerste, in positie, draai u om. Ten tweede, ben je een beetje bang? Ja. Ten derde, you are fire! Mijn boef! Het is mijn vriend dat ik zoek! Ik alleen! Is niemand dan? Mon copain? I don't care.
Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What, sorry, just quickly, what if it's... How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Baking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer, oh. To the hop, hanging with my brother, cause I'm
to the drive, and what did I see? 100 little bitties all staring at us while we're cruising for some loving. I got these two wheels and an open road. Pop that clutch, I'm ready to go. Don't stop, stop the music. We're out fast like a bullet. We do anything we want, anytime we want. Oh yeah, oh yeah. We just ride, ride, ride all day. We're not gonna live any other way. We're not gonna live any other way. Goes one, two, one, two, three. Ooh, ooh, who's riding with me? I got a gang full of bruises all cruising with me. And we're tearing up, we're tearing up, we're tearing up the streets. Don't stop, stop the music. We're right fast, like a bullet. We do anything we want, anytime we want. Oh yeah, oh yeah. We just ride, ride, ride all day. We're not gonna live any other way. Don't stop, stop the music. We're right fast, like a bullet. We do anything we want, anytime we want. Oh yeah, oh yeah. Just ride, ride, ride all day. We're not gonna live any other way. We're not gonna live any other way. Go! We're not gonna live any other way. Yo! Mijn tanden poetsen en
Ik zal mij misschien eens wassen. Ja, misschien. Allee. Oh, kijk daar. Het muilenbankje. Nu zitten wij hier schoon, hè? Zonder de sterren. Kijk daar, de grote bear. Maar eigenlijk, wij zijn hier allemaal single. Moeten we daar niet dringend iets aan veranderen? Ja, mannetjes. Het is mislukt met Loïke, hè. Dus ja, ik zal een Grindr-profiel aanmaken. Zal ik liegen over hoe groot ik ben? Zo groot als een grote bear. Ja, ik heb eigenlijk al een date met mon ami. Zo schattig, een koosnaampje. En Maxime, waarom doet jij niet mee? Wat is dat? Grindr, Parship en Tinder. Serieus? Tinder, Parship en Grindr zijn de plaatsen waar je de echte liefde vindt. Swipe links. Swipe rechts. Oh, mijn super saai. We zullen een account voor jou aanmaken. Ja. Wat zijn jouw interesses? Musketiers. Mannen! En wat nog? Zwaardvechten. Sabelen. En nog iets? Lollies. Lollies? Jij moet een keer een lolliken. Maar zeg! Het is niet omdat wij homo's zijn, dat wij alles en iedereen gaan aflekken. Of ja, toch niet altijd, hè. We hebben een match op 100 meter hier vandaan. Kom, we gaan. We gaan hem zoeken. En trouwens, Maxime. Foei, 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 dat jij zo'n opmerkingen maakt. Wat is er niet mis? Oh, oui. C'est le moment. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Romantisch plekje. Oui. Mooie schoenen. Ah, merci. Neuke. Ik zal die avondactiviteit dan maar schrappen op de planning. Alweer. Dat je weet wel, staat al in het huwelijkscontract. Ah ja. Ah, ja. Hoe vaak? Minstens één keer per jaar. Ja. Sjoeke, u loopt al 5 jaar achter. Met de kinderen en zo. Druk. Ja. Oh, we moeten toch leuke dingen samen doen. Allee, denk eens na. Sjoeke, tutu. We kunnen een spelletje spelen. Scrabble of iets met de kaarten. Oh oui, iets met de kaarten. Chinees poepen, want poepen is ook plezant. Die serieus? Madame daar op de tweede rij, ik weet dat jij maar wel ziet zitten, hè? Hallo? Je hebt het duidelijk.
dadelijk het interesse van de koning gewekt, zou ik uw naam even mogen weten. En heeft Soetkin ook een achternaam? Soetkin Daniels, ik ben bij deze officieel uitgenodigd op het bal van de koning. Maar trek alsjeblieft iets beter aan, hè. Allee, Lucie. Zet die, want ik heb echt iets belangrijks te vertellen. Ik weet dat we er al 5 jaar lang elke avond komen. In de hoop dat Luc zijn hart voor ons is. Maar ik heb deze avond al een andere date. Vertel. Kijk eens, ik heb hem online ontmoet. En zijn profiel zei dat hij houdt van chakras en horoscopen en de rituals. En niet van het getal 0, maar ja, kijk daarna, dat is ook gewoon kei lelijk. En hij houdt ook van mosseltjes eten. En ik ben kokkin, dus dat is echt een match made in heaven. Ik heb de partner gevonden die echt bij me past. Dankjewel, Parship. Dus Luc is nu eigenlijk voor mij, of wat? Ja, maar ja. Van een schoon taart eet je nooit alleen, hè. Ze zijn er al klaar, de fritters. Ollebollen en gijs. Oh. Heb je haar nu net bolle genoemd? Oh, ik heb me altijd al de bolle gevoeld. Maar inderdaad, maar body positivity. En trouwens, hè, als ik de bolle ben, dan ben jij holle. Tok, tok. Tok, tok? Tok, tok. Ik ben wel Gijsje, want ik definieer niet aan genderrol-differentiatie. Allee, schuif op. Daar blijft Luc. Luc, Luc. Luc. Oh, daar is hij. Hey, Luc. Hey. Ik heb menig uur bij u gezeten en genoten. Oh. En nooit heeft een uur met u mijn enkele stond verdoten. Oh. Oh. Oh, Luc, kijk. Hier is een plaatje voor jou. Ik heb hier ook een plaatje. Nee, Luc, kom op mijn schoot zitten. Zoals een bijtje bij een bloempje. Nee, Luc, bestuif mij. Nee, pa, kom bij mij. Dan gaan we zo van die pruimen plukken en van die rijpen. Luc, heb jij nu net Luc weggejaagd? Maar nee. Ga naar de keuken en pak nog een taart. Maar, kom aan, dat is super seksistisch. Waarom kan hij niet naar de mancave of urenlang Clash Royale spelen op de wc? Ja, ga dan naar het wc en pak daar een taart. Ja, inderdaad. Jullie zijn eigenlijk echt super oppervlakkig, hè? Jullie vallen alleen op Luc voor zijn uiterlijk. Die gaat echt dwars door jullie heen kijken. Echte liefde, dat zit van binnen. Ik ga hem zoeken. Huh? Echte liefde? Zit dat van binnen? Huh? Kijk eens. Zit je het zitten? Ik zie niks. Maar heb je echt niks zien zitten? Nee. Hier zijn we dan! Maar dit is toch niet de dierentuin? Nee, maar het is toch ook een tuin. En soms heb je hier zo van die muilezels en muildieren. En jij bent een melkmuiltje. Oh, melk. Ik heb wel zin in melk. In warme chocomelk. Want ik heb het koud. Oh, maar geen probleem. Ik kan wel iets voor jou uittrekken. Of niet. Oeh. Vind jij mij geen aantrekkelijk meisje? Jawel, jawel. Ik vind jou een heel aantrekkelijk meisje. Maar gewoon niet zo'n uittrekkelijk meisje. Vind je mij niet mooi? Jawel, ik vind jou supermooi. En jij bent misschien ook supermooi van binnen, hoop ik. Ah, dat is fijn, denk ik. Mijn papa zegt dat ik niet te veel moet denken. Geloof jij alles wat jouw papa jou vertelt? Ja, ik denk het. Ik denk dat jij wat beter en verder voor jezelf moet nadenken. Maar nee, als ik te ver denk, dan krijg ik hem mee. En van hem mee ben ik bang. Oh, maar van mij moet je niet bang zijn. Denk je? Ik hoop het. Ik raak snoepjes. Ja, dat is mijn lipgloss. Heb jij snoepjes op jouw lipjes? Wil je proeven? Ja. Goeie snoepjes. Zeg zo zeker, wat doe jij hier nog? Is niet lang mijn tijd voor u. Aan het malen! Goed bezig, zo zeker! Nee, nee,
wat doen wij hier eigenlijk? Ah, wel, Jacques. Weet je nog, toen wij de eerste keer naar de zee zijn geweest? Ja, Erna. En wat dat daar toen allemaal gebougeerd heeft? Ja, Erna. Denk je dat dat misschien hier nog eens zou kunnen bougeren? Misschien, Erna. Het is hier schoon, hè? Ja, Erna. Zo onder de sterrenhemel. Ja, Erna. Bougeert er al iets? Nee, Erna. Allee, doe je ogen dicht en denk aan de duinen. Denk aan mijn duinen. En denk aan de meeuwen. De meeuwen. De meeuwen. Ja, de meeuwen. De meeuwen. De meeuwen. De meeuwen. Ah, 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 ah. Hoort je ze al? Ja, Erna. En bougeert er al iets? Man, nee, Jacques werkt al lang niet meer. Maar, allez, Jean, wat doet jij hier? Ah. Ik kan zeggen dat Storm der Liebe begon. Ah, Storm der Liebe, dat kunnen we niet missen, hè, Erna. Ja, nee, dat kunnen we niet. Ja, maar ik kom direct. Wat is er aan de hand? Ik wou gewoon eventjes alleen zijn met mijn Jacques. Een beetje affectie krijgen. Een beetje praten. Steeds mee met liedjes van Marco. Tot de buurman klaagt. Rij je nog steeds in die oude Volvo? Ik wil weten hoe het met je gaat en of je ooit nog aan me denkt. Ik mis je. Ik mis je.
maken. Het is toch lang geleden dat wij nog gepraat hebben. Had ik geluk dat ons toilet op Torremolinos kapot was. Ja. Zeg, die zware kroon op mijn kop. Oh, mijn nek. Twee hoofdstoelen, we zijn ook verschrikkelijk zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Moeilijk, 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 moeilijk. Kinderen opvoeden. Jean en Jacques, het zijn patatjes, maar ze zien Storm de Liebe liever dan mij. Ja. Ik zou graag met mijn vrouw ook eens een Storm der Liebe hebben. Of een orkaan. Misschien is een windhoosje wel genoeg. Als er bij onze Jack is een briesje gebeurd, dan ben ik al gelukkig. Ja. Zeg, Ernakke, zo met u babbelen, dat lucht toch op. Louieke, je bent geen kleine ambetanter, ik niet meer. Je bent een schone mens geworden. Dat denk ik ook. Zakdoekje. Ja. Mexicaans gegeten. Ah. Maar echt kus! Wij zitten hier wel in een kerk, hè? Misschien zit Luc in de zaal. Luc? Hoe zie ik eruit? Ja, lelijk nat. Oh! Ik heb hier een plek voor Luc. Ik dacht het niet. Ik dacht het ook niet. Nu heb ik een plaats voor Luc. Oh, ik dacht het niet. Nu hebben wij een plaats voor Luc. Luc sandwich. Mama, ik wil niet naar de kerk. Joseke, je bent een dolfijn. Gedraag je ernaar. Ik ben geen dolfijn. Ik zou er wel in willen zijn. Dan zou ik hier niet in deze saaie kerk moeten zitten. Zet u dan als iemand dat je leuk vindt? Oké, okay, mama. Hallo. Woep. Klets. Woep. Boem. Dat is hoe dat je hallo zegt, mevrouw de koningin. Ah, het zit zo. Dan is er maar één oplossing. Louis! Oh. Louis! Louis! Stieren! Ben mij het net! De koning! Goed, doe normaal, taboe!
Oei, 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 oei. Ruzie met mijn vrouw. Ik weet wat jij meemaakt, copain. D'Artagnan, dat is een slecht voorbeeld, hè? En daar is een simpele oplossing voor. Een negatieve evaluatie. Oeh, we gingen net naar achteren. Dat zou ik doen. Zeg, al die mensen die recht zijn gestaan, die krijgen een positieve evaluatie en een dikke, dikke duim. Laten we nu allemaal in stilte en rust bidden. Hallo. Ja, ik ben te laat. Mijn bus die was te laat. En alsjeblieft geef mij geen te laat nota, want ik heb er al 2. En ik wil geen ochtendstudie en ja... Zet u neer. Zet u neer en zorg dat het niet meer gebeurt, hè? Ja. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. En we kunnen allemaal in stilte met de ogen toebieden. Wat is het probleem? U had gezegd, wij drinken heilig. Goh, ik het best. Maar nu zegt iedereen hier heilig. Als ik drie keer heilig zeg. Oké, okay, ja. Als jij drie keer heilig zegt. Ja, terug naar het plek. Kom aan. En allemaal terug op aarde. Oh. Naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. En we gaan allemaal terug met de ogen toebieden. Wat is het nu weer? Dat is die vorige middag beginnen we opnieuw met de heilig. Vanaf nu, als ik drie keer heilig zeg, gooi je mes. Oké, okay, vanaf nu. Hey, kom aan, onnoozel. En helemaal terug op aarde, zal ik die therapie. Oh. Waar zat ik? Met de heilige geest. Ah ja, de heilige geest. De heilige geest. De heilige geest. Ja, ik snap er niks meer van. Iedereen zegt die heilig. Die ja, zegt heilig. Ah, oh, ik stop ermee. Ah. Hier is een jij-structuur en iedereen praat door elkaar. Ik ben overprikkeld. Ik heb een band telefoon nodig. En nu ben ik compleet in stilte. Geen geluid meer. Meteen, zwijgen en bidden. Vrede. Staat het daar? Ah ja, dat staat daar. Oké. Okay. Ga allemaal heen in fucking vrede! Face down, booty up, Timber. That's the way we like to work. Timber.
Simba. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. It's going down. I'm yelling Simba. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner. Bent. Heb jij nog attesten waarvan ik moet weten? Yeah! Dus ik heb ADHD. Alle dagen heel druk met de vrouwen. Oh, schat. Maar dat is oké, we zijn hier geen katholieke school. Dan ben jij wel welkom. Ja, schatteloekjes, ik ben kei blij van jullie mijn keuken te hebben. Ik zie echt zo de passie in jullie. Ogen. En ja, ik
stel voor als je aan de dessert begint, en dan soep, en dan hoofdgerecht, ga ik wel helemaal klaar. Dus ik doe het apparatiefje. Maar in de kaart, focus toch voor een keer, focus. Zoek de focus, Hildegard. Hallo, wij komen het eten inspecteren voor het bal. Wij komen voor proeven. Wij komen proeven voor geen gif in het eten zit. Bonjour, Ami. Maar wie noemt jij nu weer Ami? Ik noem toch al mijn vrienden Ami? Hé, Ami. Vrienden, je gaat tegenwoordig wel veel van de grond. Niet zo veel, bijna nooit. Dan wordt het wel eens tijd. Kijk naar Matteo en zijn nieuw liefje sinds gisteren. Wow. Ontmoet hem Grindr, de Bjorn. Wat is uw type eigenlijk? Zo dun en lang? Of gespierd? Nee, eerder zo wat rondingen. En wat zoekt je? Een beest in bed? Nee, liever zo'n lief en zacht knuffelbeertje. Dat graag wordt geslagen. Nee, gewoon zo wat aaien. Aaien, kinky stuff. Zo met die zuppekes. En die leren pakjes. Nee, ik hou ze wel van zo'n kleedje. Ben je al travestiet? Ik? Travestiet? Ik hou gewoon van dat andere mens in zo'n kleedje. Wat wilt jij nu eigenlijk zeggen? Oké. Dus ik moet jullie echt al lang iets vertellen. Maar jullie zijn zo mijn beste vrienden. En ik ben bang dat jullie boos gaan worden. En dat is niet leuk als jullie boos maar zijn. Maar zeg het dan toch gewoon. Dan zullen wij wel beslissen of wij boos gaan worden of niet. Oké, dus als wij naar de frituur gaan, dan kopen jullie zo'n goede stevige curryworst. Oh ja. Als ik dan iets moet bestellen, dan koop ik liever zo wat mosseltjes. Ja. Je weet dat ik allergisch ben aan mosselen en dat ik dan doodga en ik rode plekken op mijn huid krijg. En wij beginnen over je seksleven en jij begint over frieten. Wat wilt jij nu eigenlijk zeggen? Ik zit in de kast en ik wil er niet uit. We zijn toch al lang uit de kast. Ik zit in een andere kast. Welke kast dan? Die van de pies? Nee. Die van de transgenders? Nee. Oh, of die van de genderfluïde personen. Want dat mag ook, hè? Nee. Maar welke kast dan? Ik zit in de kast van de hetero's. Oh, nee! Oh. En jij durft jezelf een musketier te noemen. Hoe lang weet jij al? Al een tijdje. Oh my god. En heb jij dan een vriend in? Ja, nee, een beetje. Jij komt die kast niet meer uit. Kom, duwen. Duwen. Zeg, Matteo. Je mag wel wat harder duwen, zo. En wat langer. Duwen. Allee, man, het is hier koud en donker en het is niet leuk in deze kast. Maar ik er niet uit. Dat maakt niet uit dat het koud, vervelend en donker is. Ga daar maar eerder aan moeten denken. Maar Matteo, je hebt toch ook in de kast gezeten? En jij vond dat toch ook niet leuk? Ja, dat is waar. Hoe lang heb je erin gezeten? Te lang, want ik was een beetje bang. Ja, een echte vriend haal je meteen uit de kast. Kom, je mag eruit. Echt? Op één voorwaarde. Als wij een knuffel krijgen... Oh, natuurlijk! Het maakt niet uit dat je hetero bent. Jij bent voor altijd onze beste vriend. Oh, het maakt niet uit wie je bent. We houden nog steeds evenveel van jou. Het maakt niet uit dat je hetero bent. Van jou worden mijn tepeltjes nog altijd even stijf. Oh.
je vriendin dan? Dit is mon ami. Maar had dat dan eerder gezegd? Maar dommies, ik zeg dat toch al heel de tijd. Amy is mon ami. Ah, maar dat is Frans. Je weet dat ik nooit oplet bij Virginie Kozemans. Ik lette enkel op bij die geile van Engels, Gunther. Of die knappe Pieter Janneke. Of die zoene Jeanke met zijn paardje. Of dat geile homoke Stijntje. Of die geile, zoele, sexy Bartje. En daarop staat dat één persoon, ik dus, een andere persoon mag meepakken. Maar zal ik zwijgen? Ik zeg ja.
vanavond is alleen voor mij. Nee, dat pakt deze keer niet. Allee, kom, het is feest. Dansen! Waar je met dat beeld heen kan gaan. Jullie blijven hier. Ja, het spijt ons echt. Snorri. We blijven protestants. Maar we hebben respect voor Maria. Ja, want pikken mag niet. Je mag niet pikken, alleen picknicken. Ik ben katholiek en ik blijf katholiek. Maar ik respecteer de protestanten. Godsdienstvrijheid zal er zijn! Wow. Allee, dansen! Ja, een beetje. Maar wat moet ik dan teruggeven? Zo een beetje affectie. Affectie? Wat is dat? Ik zal dat eens uitleggen. Dat is zo af en toe een complimentje. Je bent mooi. Oh. En zo, nu en dan is een zoentje.
Oh. En zo heel af en toe, zo is wat wilder. Oh. Maar nee, wild. Wild, dat vind ik eng. Zoals de wilde dieren in Afrika. Oh, maar zo zeker toch. Die wilde dieren, die volgen gewoon in natuur. Wij kunnen dat ook doen. We kunnen wegvliegen. Ja, en samen een nestje bouwen. En eitjes uitbroeden. Oh ja, ik weet hoe dat moet. Mijn papa heeft mij dat geleerd. Dan moet ik mijn Lancelot in jouw voorproef steken. Ja, dat is een stapje te ver. Eerst eten. Ja, daten. Naar de dierentuin. Oh, ja, naar de dierentuin. Het feest is zo goed gelukt, hè? Iedereen danst, lekkere drank, goeie hapjes. Dat hebben we goed gedaan, dat hebben we goed gedaan, dat hebben we goed gedaan. En een bon anniversaire. Merci, mo. Jezelf raak je nooit meer kwijt. Vooruit met de geit. Allee, Amy. Maar voor wat kijkt iedereen nu weer naar mij? Werken, vooruit met de geit. Is het weer vandaag? Het is altijd alles, hè. Amy, werken, werken. Ik dacht het niet. Ik ging in die keuken staan hè, voor mijn passie. En wat krijg ik? Een paar kapotte servanten. De een is precies op een begrafenis bezig. En de ander... Ik weet niet eens wat ik ervan moet zeggen eigenlijk. Ik voel mij precies, hè, gelijk Karen Duim in haar nieuwe soloalbum. En wat is daar dan mee? Echt compleet geflopt. Maar schatteke, voor mij ben je geen flop. En trouwens, als je die job in de keuken niks vindt, dan stop je daar toch gewoon mee. Ja. En dan zoek je een andere job. En dan word je misschien een musketier! Oh, een vrouwelijke musketier! Dat hebben we nog nooit gehad. Dat moet kunnen, ja. Meneer de koning, ik word musketier. Eén voor allen. Alle voor één! Wij hebben de moordenaar gevangen. Oei, super. Maar waarom? Ik moet er vandaan! Oh. Kardinaal? François? Maar waarom? Ik wou gewoon de macht. Mag het? Maar non. Je mag de macht niet opleggen. Je moet de mensen vrijlaten. Ook al weet je dat ze fout zijn. Smeek om vergiffenis. Oké, protestanten. Het spijt zich heel, heel erg. En om het goed te maken, zijn jullie vanaf nu katholiek! Super, jullie krijgen wel nog een milde straf. Oh no. Een half pakje slaag. Oh, slaag, dat vinden wij nu ook niet zo erg. Wel. Ah, pakje slaag. Nee, kijk. Ik zal u een keer een geheimje vertellen, hè. Iedereen weet toch dat de beste man eigenlijk een vrouw is. Ik vind dat echt niet erg. Ik hou van zo'n vrouwelijke man. Wij gaan gewoon wijn aan de bar. Dat is ook leuk. Zeg, al dat gedoe hier. Ik heb er even genoeg van. Ik heb iets nodig. Oh,
Oh, humor! Ja, humor. Zo staat dat op de feestplanning. Nalle, het is showtime. Hallo, majesteit. Deze keer hebben we moppen waar we zeker mee mogen lachen. Ik luister. Waarom hebben witte mannen zoveel huisdieren? Ik weet niet. Omdat ze geen slaven meer mogen hebben. Oké. Waarom zijn mannen uitgevonden? Omdat vibrators helemaal niet kunnen grasmaaien. Wanneer is een witte man 1 euro waard? Ik weet niet. Wanneer hij het karretje van de Aldi voortduwt. Zeg, ik heb er genoeg van, hè? Mijn kinderen luisteren niet naar mij. Mijn tante probeert mijn feest over te nemen. De kardinaal probeert de macht over te nemen. En het ergst van al, mijn vrouw raakt me niet eens meer aan. En nu zitten jullie mij recht in mijn gezicht uit te lachen. En mijn schoenen zitten te strak. Keep white man out of your fucking mouth. Jenny, dat is hier niet de Oscars. Dat is niet waar. Ik heb dat geleerd van Jean-Jacques. Ja. Het is niet omdat ik op dieet ben dat ik niet naar de menu mag kijken. Oh, zeg! Ik hou wel van mijn vrouw, hè. Erna, ik hou echt van u, hè. En ik zweer dat ik nog nooit buiten huis heb gegeten of takeaway heb besteld. Nee, en ik kan dat verzekeren, hè. Geen enkel vinger in een ander kasserol. En ik hou echt van u, hè, zuske. Ik hou van dat samenwonen. Oh, menen jullie dat? Natuurlijk. Wij zullen eens laten zien hoe hard wij dat menen. Jean. Jacques. Het is het moment. Hou je vast aan die kartellen, hè. Een DVD-box van Niels Holgersson. Ah. Je mag die gaan binnenzetten. Ik kan hem erna beschouwd in te halen. Amai, nog niet. Veel succes, hè. Oh ja, en Louieke, ik heb geen feest niet meer nodig. Ik heb hier een feestje voor mijn eigen. En je bent een schone mens. Maar wat je met die narren hebt gedaan, dat is niet zo schoon. Oh ja, vrouw! Ik heb nog nooit in een andere keuken gekookt. Uw oven is de warmste. Ik wil alleen u. Ja, dat is hier allemaal wel heel lief, hè. Maar Erna heeft gelijk. Wat je met die narren hebt gedaan, is niet zo schoon. Ja. Maar die waren mij aan het uitlachen. En dat kwetste mij. En dus kon ik mij niet beheersen. Ik ben wel de koning, hè. Ik ben een witte cisman. Ik mag dat toch? Nee. Inderdaad. En wij willen helemaal niemand cancelen. Wij willen gewoon vrije meningsuiting. En zonder humor zou de wereld toch veel te saai zijn. Dus voor één keer wel een hele goede opmerking meebracht. Dank je, papa. Ik denk dat het me spijt. Oh! We leven nog! We zijn niet dood. Dat was eigenlijk helemaal niet zo diep. Nee, we gaan straks langs de balie. Voor wat ijzer, een plakkertje en een kusje van Nicky. Oh. Krijgt u me toch niet dood? Niemand krijgt u me dood. Sorry, ik zat nog even vast in de 17e eeuw. Ik had bijna bepaald waarmee je mocht lachen en waarmee niet. Spijt me. Ik had jullie bijna vermoord. Omdat jullie met het verkeerde hadden gelachen. Vanaf nu zullen er geen taboes meer zijn. Oh. Hou van elkaar. Heb het beste met elkaar voor. Maar vooral blijf lachen. Met elkaar, maar zeker ook met jezelf. Humor in mijn paleis. Mag het? Ja. Het mag.
Of iedereen? Ja. Ja, allebei. Jullie mogen ook meedoen. Volgend jaar doen we weer een voorstelling en we willen allemaal mee, iedereen die het. Als je kunt zingen of dansen of decor kunt bouwen of acteren of eender wat, iedereen welkom. Volgend jaar spelen we de 51ste keer, naar de 52ste, de 53ste en de 54ste. Ze zijn allemaal welkom. Ik ga u één ding zeggen voor de. We mogen niet rechts staan als ik jullie bedank, dus zal ik de arm gaan. Jullie moeten één voor één naar buiten gaan. Eerst gaan we degene naar buiten sturen die het laatste centimeter is. Dat is een oogkamp. Daarna, als jullie gaan zitten, gaan we de eerste graad naar buiten sturen. En dus de derde middelbaar blijft het laatste centimeter. Dan wil ik jullie bedanken en tot volgend jaar.